attention. Hello. Hallo. We gaan weer even trainen. Ja, dat hebben jullie nog Dikkies niet. trainen. Dat hebben jullie nog niet genoeg gezien. Maar we hebben een lijst met Ja, dingen, ik had een blijkbaar, waar mail ik ook nog niks van gekregen. weet. Nee. Ik had een mail gekregen van Juliette B. Daughter. Dankjewel. Godsamme. Zoals jullie weten in mijn vorige video of in mijn. Nou ja, in een video heb ik gezegd van stuur mij niet iedere keer mails van neem je op of wil je vrienden zijn en doe dat ook niet bij Lotte. Nee, ik neem niet op. Ik kan niet opnemen. Dat is duidelijk. Maar toen had ik ook gezegd van stuur anders desnoods een paar vragen of weet ik veel wat we in een let's play kunnen. Challenges. Ja, desnoods. Mag ook, doe maar wat challenges volgende keer. Maar wat we dus in de let's play kunnen verwerken. Dus bij deze, ik heb een lijst met, om precies te zijn, 35 keuzes. Dus, ja, ben je er klaar voor? Nee, ja, Oh jee. wel. Zit je? Nee, Oh kut. sta. Ga even zitten. Oké, Riel of SSO? En waarschijnlijk bedoelt ze daarmee echt paardrijden of Star Stable paardrijden. Oh, dat is een vraag. Ja, dat is, ja, het is Nou, keuze. in het echt, natuurlijk. Ja, bij mij ook. Morgen weer. Het is, oh nee, overmorgen weer. Het is vandaag donderdag. Ik heb het op een donderdag opgenomen. Oké, strand of zwembad? Ik zeg zwembad. Strand. Ik hou van de zee. God, klik ik weer die kutonkruid aan. Ik toch zwembad. Ik hou niet van de zon. En het drukke. Zo, ik lag laatst lag ik in Renesse. Voor de mensen die Renesse kennen, shout out naar jou. Hit me up, dan kunnen we afspreken. Weet je, lag ik daar in de zon. Met een vest over mijn hoofd, omdat mijn hoofd kan ik niet tegenhitten. Lag ik daar zo in de zon en ik voelde de zon helemaal prikkelen op mijn huid en dat was zo lekker. Oké. Ik hou er Oh, helemaal niet van die hitte. daar hou ik echt van. Oké, next. Het is toch wel leuk dat we erover doorgaan en zo. Ja. Oké, cola of sinaas? Ik zeg cola. Hola. Ik hou niet zo Dit van sinaas niet zo sinaas. lekker. Nee, ook Ik niet. vind sinaasappelsap wel lekker, maar ik vind sinaas niet Ja, lekker. maar sinaas is weer heel wat anders. Er zit Nee, weer maar het meer is in altijd het even soort. sinaasappels. Maar ik vind 's ochtends verse sinaasappelsap wel lekker. Oké, next. En dat is heel gezond voor jullie, jongens. Ja, ik drink het alleen niet, want ik krijg er alleen maar keelpijn van. Ja, maar Wendy, die is apart. Ja, klopt. Volg mijn advies op. Word een gezonde, sterke meid of jongen. Of Ja. Valentino. Dat is een apart geval. Als je kijkt, ga weg. Ga weg. Ik heb hem volgens mij geblokkeerd. Oh nee, hij heeft nog Oh een ja. ander kanaal. Hij heeft nog een ander kanaal, dus hij kan kijken. Ga weg. Ga. Wacht, oké, volgende. Frikandel of een kroket? Ik zeg frikandel. Ik heb echt van die moods. Ik moet. De Soms ene heb ik keer is het zin in het frikandel een, soms heb ik mood. zin in het ander. Dus bij Maar jou ik is denk het. over het algemeen, ik wel. Pannenkoek of patat? Patat. Ik vind pannenkoek echt ranzig. Same. Behalve, bij Lidl hebben ze van die oma's pannenkoeken. Shout out naar Lidl. Ik ga weer de verkeerde kant op. Ik ga weer richting de rij al. Op mijn lijf. Die zijn Ja. al een beetje voorgezoet. En als je die even opwarmt, voor mij, tenminste, je kunt er wat op doen, maar ik doe er nooit wat op. Dat is zo lekker. Maar ook van die mensen die pannenkoeken eten als avondeten, dat is echt van. Wat? Dat doen wij, dat tenminste, dat doen ze hier wel eens. Oké. Oh ja, ik had nog niet. Ik patat. Oh jee. Hamburger of patat? Hamburger. En dan wel die hamburgers die Ronald had gemaakt, hè? Ja. En, vorige keer hebben ze niet gegeten dat je hier was. Nee, non de jus.
Godsamme. Schat, volgende keer als Lotte hier is, moet je die hamburgers weer even gaan maken. Even. Even, even snel. Oké, dus hamburgers. Ja. YouTube of SSO? Nou, als ik geen SSO doe, dan heb ik ook geen YouTube. Ja, ja ik heb wel YouTube, maar ik doe... kanalen. Ja. Bij mij wordt know. Het een issue. ik ga dan liever gewoon om met mijn vrienden als dat ik een kanaal heb, denk ik. Dus SSO. Ik denk het ook, ja. Maar ik hou wel op Brian. Doei. Die gaat niet weg. Nee. Dit gaat nu over Jennifer Greencake YouTube. Niet over mijn Dylan. Nee, nee. Die telt heel even. Die telt gewoon even in deze stelling even niet mee. Nee. Oké. SSO of Minecraft? SSO. Ik vind het alle twee wel leuk. Ik raak sneller verveeld in Minecraft als in SSO. Nou ja, ik bedoel niet sneller verveeld als ik op één dag speel, maar ik bedoel... ja, hier in SSO kun je toch gewoon meer doen. En met vrienden en zo. Qua questen ook. Dat heb ik ook. In Minecraft heb je niet echt questen die je kunt doen. Daar is het altijd hetzelfde. Ja, hakt een home om, een home. Een boom om, een met je blote hand. Je bouwt een huis, je wordt beter, je gaat naar de end en de game is voorbij. Yay! Hier is er nog geen eens een einde aan de game, dus je zit altijd te wachten op nieuwe dingen. Dus dan denk ik SSO. Elke woensdag nieuwe update. Ik ook SSO. Ik zit wel echt vooruit te kijken op nieuwe update van Minecraft. Komen lama's, jongens. Ja. Maar nou ben ik er dus achter gekomen. Je kan ze dus niet echt gaan bereiden, hè? Je kan nee, er alleen je alleen op gaan zitten. Daar baal ik nou echt van. Serieus. Want ik nam zo mijn lama mee, hoor. Als we op een quest of zo gingen. Oké, next. Zwart trouwens, zegt... jongens. Ja, nee. Stuur meer van zulke soort brieven met van die vragen of dingen. Dat is leuk voor ga weg met Derek, ik ben aan het trainen. Dat is leuk om in de... Wow, ga weg met Derek, zei het nou echt? Ja, nee, hij liet een trailer zien van een Superman. Oh, je bent echt ziek in je hoofd. Ja, weet ik, maar ik ben aan het trainen en ik wil het wel zien, maar dat wil ik gewoon op grootscherm zien. Dus, wow. Maar, ja, Lotte die zei wow. Dus... Lotte? Oh. Lotte? Wow. Ja, nee, nee, oh. Nee, 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 niet, nee, 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 nee. Nee, nee. Love Derek. Love you, Derek. Nou, ik zei dus. Sorry. Als je van die mensen die altijd vragen van, hey, mag ik in de video? Video? Stuur zo'n brief in met vragen of zo. Dan kom je gegarandeerd. Dan sta je bijna een hele let's play met je naam in de video. Hé, hey, plus plus. Hop. Yes. Boom, pas. Zoals je ziet staat Juliette Biedouder nu in een hoekie. En ik word eerder geïrriteerd van die kut. Piep! Piep! Kut, nee, I love you, Skype. Next. Zwart setje of wit setje? Zwart. Ik heb mooiere zwarte kleding dan witte kleding. Ja, maar wij hebben... Ja, dat is wel zo. En wij hebben ook... Op dit moment hebben we even meer paarden wat daarbij past. Ik heb geen mooie witte kleding. Ik vind die witte zadels niet mooi. Sorry, ik vind ze echt niet mooi. Die wit, nieuwe wit... Welkom. Elk wit zadel lelijk. Jezus. Ik ben ondertussen mijn Skype bezet aan het zetten. Oké, volgende. Moment. Gies. Had... Oh, nee. Wat? Jij had nog niet gekozen. Oh, jawel, ik zei zwart. Oh! Oké, okay, geel of rood zeg je? Rood. Rood zeg je. Ik ook. Is geel. Ik heb niet eens geel. In mijn kast. Oh, van die mensen die dan zo'n compleet geel setje aandoen. Dat zijn benen. Kijk, ik weet dat er hier op deze server zo'n gekke groep zit die zich dan zo omkleden en dan rond iedereen gaan galopperen, draven, zitten. Maar ik zie ook mensen... Trouwens, ik heb een SSO Instagram, volg me even. Ja. Gewoon Jennifer Inke aan elkaar. En mijn timeline aan het scrollen. Oh, je timeline. En ik zag zo iemand op zijn nieuwe lippie. En die had een compleet geel setje aan. En die deed ook gewoon serieus aan als setje, zeg maar. Ze maakte geen grapje. En zat ik echt van... Zat ze daar met haar regenjas en haar regenhoedje. Ik zat zo... Oké, dat hoedje snap ik nog, want dat is die bolhoedje. Nee, wij hebben het bolhoedje. Ik heb hem, maar dan heb ik alleen de tuin en het dekje. En niet echt ook het zadel en de jas en de cap en de broek en de schoenen.
Gaat het lekker? Nee, niet echt. Ken jij mijn gele setje? Heb jij een gek setje? Geel! Oh, ik heb... Dat is dat blouseje met dat kraagje en dan dat gele ja, lekker. Maar dat is leuk en dat valt nogal mee qua geligheid. Ik laat hem zo wel even zien. Ja. Oké, volgende, daar weet ik jouw antwoord al op. Dylan of Dylan? Nee, Dylan. Hond of kat? Maar ik denk dat jij hond gaat zeggen. Ik weet het niet. Nou, ze is heel stil. Ik kan echt niet kiezen, want ik vind honden echt heel erg leuk. En mam zet de tv's wat zachter, joh, niet iedereen. Ik hoorde het. Versta je me niet omdat de televisie zo hard zijn, moet je tv zacht zetten, man! Sorry. Kijk! Wat? Ach nou. Nee. Nee. Oké, dus hond of kat? Hondkat. Hondkat, nee. Spider, jij weet wel wat ik bedoel. Als je even goed nadenkt. Hondkat. Appeltje, Spider. Oh ja. 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 Niemand snapt die. Nee, alleen ik. En allemaal nog te sowieso om te weten wat appelsieder is. Appelsieder. Oké. Ja, maar Mitchell. Hoi Mitchell als je kijkt. Mitchell drop, hallo. Hoe kom je op ons kanaal? Ja, vertel dat eens even lekker in de comments. Of, laat even je gedragen naar je leeftijd, man. Even geen dingen. Geen SSO volgen. Hij is jonger dan jou, maar dat maakt niet uit. Maakt niet uit, geeft niet. Erg. Moment. Ga je doen? Ik word dan gek. Ik word gek van die kutponycakejes. Kutponies? Zijn er weer mensen? Oh ja, trouwens. Wendy en ik konden niet laten. We hebben de grijze lippie ook gehaald. Sst. Tenminste, ik kon het niet laten. Zei ik, hey Ben! Haha, jij mee! En toen zei ze van, oh, oké. Okay. Ja, klopt. Hij heet Wolfblood. Die van mij heet Stormdale. Dat vind ik zo'n leuke naam. Ja. Want ik vind ze alle twee leuke namen. Oké. Hey, Wendy! Klaar voor de volgende? Hey, Lotte! Jij hier? Nee. Koud of regen? Regen! Ja, en dan lekker binnen zitten met een kopje lekker warme chocolade. Lekker in het gevoel van regen tegen je ruit. Oh, dat is zo plezant. Dan heb ik liever maar koud. Lach me niet uit! Lach je me omver? Oh. Let nou, ik lach jou achteruit. Let niet op Lotte de moeder, die is... Die, ja... Mam? Kijk, Wendy is nou aan het opnemen, hè? Maar jij moet even laten weten hoe raar jij bent. Hoe ga jij laten zien dat jij raar bent? Ja, je mag een raar geluid maken. Nu ineens zegt ze niks. Normaal. Jawel, dat weet je wel. Je moet gewoon een raar geluid maken. Maar even laten... Wat is het? Ben. Maar ik wil nog niet klaar met praten, ik moet het even opnieuw doen. Heel hard. En dan hier iets harder. Okay. Nou, zo raar is de moeder van Lotte dus. Ja, daar kan ik wat mee hoor. Thanks, babe. Ja, breakfast. Oké, ben je klaar voor de volgende? Ja, breakfast. Kennen jullie die fijn? Zo van, what is going on here? Breakfast. Ja, die ken ik. Maar ook, dat is leuk. Oké, volgende. Oké, kom, we gaan even naar Steve. Dan kunnen we even, kan ik mijn gele setje laten zien. Quarter. Dan gaan we naar Moreland en Papinta en zo. We gooien even de training goed om te... Dan ga ik alvast Will even doen. Oh nee, niet. Laat even je grijze lipjes zien. Oh ja. Volgende. Dat was Quarter of Morgan? Morgan. Morgan. Ik weet niet. Oh nee, dat is geen quarter. Wat ik heb Green cake is geen quarter. Green cake is geen quarter. Ja, die kun je ook onder quarter zetten. Ja, oké. Okay. Maar ik vind die wel leuk. Dan is zeg ik mijn quarter. Ik laat gelijk even mijn bruine... Of mijn bruine. Mijn grijze. Oké, IJslander of Fjord? Ik weet niet, misschien door de animaties ga ik nu de IJslander kiezen, maar ik vind de Fjord ook leuk.
Kijk mensen. Lotte heeft hem ook. En hij is zo cute. Ik zeg IJslander. Aangezien de fjord nog steeds oude animaties hebben, dan vind ik niet leuk. Ja, daarom zeg ik ook. Ja. Oké, dat was mijn dat was mijn dingetje. Oké, eigenlijk vind ik dit best wel een leuk setje, dus deze ga ik gewoon lekker aantrekken. Meenemen, ja! Airstone of IJslander? Wat? Airstone of IJslander? Nee, niet jij, mam. Jezus, hou je mond. Nou, voor jou is het dan Skystone. Skystone. Dan. Dat is leuk. Kijk, dat valt nogal mee qua geligheid. Hou je mond eens aandachtstrekker. Jemig. Is het weer lastig? Ja, het is weer lastig. Kijk, mensen, dit valt toch wel mee? Ik bedoel, het is niet te geel. Cute toch? Met zonbloemetjes ook. Ja. Hey, Marlon. Arabier of Andalusier? Andalusier. Ik ook, want ik heb niet eens een Andalusier. Mijn eerste paard dat ik ooit heb gekocht was een Andalusier. Oh, dat weet ik niet eens meer. De witte. Ik ook. Angel of. Ik vind die kop van die Arabier vind ik niet mooi. Zo'n hoofd. Spitsneus. Ja, hoofd. Sorry. Zeg jij nou, man? Wat zei je? Maar wat ze zegt. Nee. Hoofd, schouders, knieën. Oh my god. Hou je mond. Hou je er buiten! Mam, hou je er buiten. Ik kan het beter op avontuur met de moeder van Lotte doen. Avontuur met de meid. Oké, Morgan of Engels volbloed? Engels. Engels volbloed. Dat is unaniem. Pony of paard? Paard. Knol. Kijk, als je zou zeggen Wels of Quarter, zou ik voor Wels gaan. Ja, maar die zijn gewoon cute. Ja. We zijn nog maar bij 19, hè? Of we zijn het er? 35. Oh, ja, we zijn er al bijna doorheen. App of Skype? Skype. Ja, dan kun je tenminste met elkaar. Ik hou veel meer van praten. Ik vind type. Als je zeg maar. Kijk, voor de mensen die even een beetje slim zijn zo. Je hoeft niet echt slim voor te zijn, maar hey, ik wil de video vullen met praten. op WhatsApp, als je aan het praten bent, dan kun je niet zeg maar horen hoe iemand de klank in zijn stem legt. Bijvoorbeeld als die boos is. Want bijvoorbeeld. Als ik zeg van, bemoei je er niet mee, dan kun je het boos zeggen. Maar je kunt ook, ja, bemoei je er niet mee is een beetje een slecht voorbeeld. Maar ik bedoel, sommige dingen kun je ik zeggen. Ik weet wel een goed voorbeeld. Als je lacht. Als jij bijvoorbeeld iets grappigs tegen mij zegt. En ik zeg bijvoorbeeld. What the fuck? En ik zeg bijvoorbeeld haha. Dan kan ik het zo bedoelen van, nou, haha, die is grappig, niet dus. Yeah. Of ik kan echt zo zeggen van, oh, dat is. Nee, Lotte, die is echt leuk. Die is leuk. Ja, maar zulke dingen bedoel je waarschijnlijk. Je kunt het gevoel zeggen. Ja, je kunt de emotie zien. Er niet bij zien. Nee. Je weet niet in welke. Hoe ze het bedoelen. Net zoals lol. Ja, is het nou lol van lol? Lol, 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 lol. Of is het nou lol van, hey, fuck off. Hey, dat is niet zo vies. Oh jee, nou wordt het een moeilijke. iPhone of Samsung? Ja, voor jou weet ik het al. Ik wil mijn Samsung echt doorspoelen. Ja, maar ik weet het niet, want ik heb nog nooit iPhone gehad. Ik sowieso Samsung. Dus daar kan ik niet echt over oordelen. Mijn volgende telefoon wordt een iPhone, dan kom ik wel terug op die vraag. Als ik het dan nog weet. Oh god. Juliet, waai. Nala of Sammy? Nala. Voor jou Sammy. Appeltje. Wie? Appeltje. Ja, ja, maar die staat er niet tussen. Jawel, daar in het midden. Zie je niet staan? Oh, dat is die of. Ja. Oh. Ja. Nee, het is Nala of Sammy. Jij kent Nala. Nami. Nami. Nou, Nami. Ja, dat is het. Ik ken Sammy niet echt.
Lotte. Hé, hey, het zijn jonge meisjes, laten we ze shippen. Ja. Nee, maar ik denk soms, in sommige gevallen Nala, want Sam is soms echt, moet echt even, wil ik echt even zijn bek dicht binden, zeg maar. En Nala is daarentegen echt gewoon dood. Ja, bij jou wel. Maar, ja, dat vind ik nog steeds raar dat ze dat alleen bij mij doet. Bij mij heeft ze het heel af en toe komt ze echt heel dood bij me liggen. Maar dat is echt minder vaak dan bij jou. Bij jou was echt... Ik vind ze alle twee hartstikke lief. 24-7. Ja, ik vind ze ook alle twee lief. Maar ik ken Sammy niet echt. Nee. Persoonlijk, weet je wel. Lotte die kent Sam... Of, natuurlijk is Sammy persoonlijk. Lotte. Ik kan daar niet tussen kiezen. Misschien Sam iets meer omdat het mijn eigen kat is, weet je wel. Maar Nala is ook echt net zo lief. Oh. Nala, waar ben je? Nala. Oh, daar. Ze ligt op de stoel. Nala, Lotte vind je lief. Nala ligt op mijn tas. Oh ja, vorige keer. Ja. Volgende keer neem je nu mee in je tas. Ja, maar dit keer heb ik niet meer mijn laptop mee hoor, want die gebruik ik toch niet. Nee, je kent nu op de tv. Nou, ik weet het niet hè. Ik weet niet of jij het zo fijn vindt op de tv. Wat? Ik weet niet of je het zo fijn vindt op de tv. Geen idee. Ik heb tot nu toe nog geen één keer mijn laptop gebruikt, dus... En anders neem je mijn laptop. Ik vind het een beetje onnodig risico. Oh, ik ben er één vergeten aan te vinken. Ik heb risico dat hij kapot gaat. Of dat hij gestolen wordt. Of, niet bij jullie hoor, maar ik bedoel in de trein of zo, weet je wel. Of dat hij kapot valt. Of dat ik hem te hard neerzet. Ja, nee, je hebt gelijk hoor. Oké, Shire of magisch paard? Shire. Ik vind ze alle twee niet. Geweldig. Ja, maar als je moet kiezen, dan kies ik toch Shire. Aangezien magisch paard ook niet optimaal snel is. Oké, Fjord of Morgan? Fjord. Morgan. Nou komt jou. Welsh of normale pony? Welsh, tuurlijk. Ja. Hallo. Welsh, ik heb het idee dat Welsh toch ietsje sneller is. Hij lijkt sneller, omdat die animaties er vooruit... Ik bedoel, dit paard is even snel als elk normaal level 10 paard. Maar omdat die animaties, dat hij zo zijn nek strekt, lijkt het alsof hij vooruit komt, echt. Ja. En sorry als het een beetje lijkt alsof ik lek of als Lotte lekt, maar ik weet ook niet hoe dat komt. Skype doet de laatste tijd heel raar, dat veroorzaakt allemaal vooral in. Oké, geel of groen? Groen. Hallo, groen. Hier heb ik echt groen aan. Ja, groen. Wacht, kijk. Disco. Je wist het. Geel of groen? Ik ook groen, ja. Even kijken, blind of doof? Blind. Het lijkt mij heel eng om alles de hele tijd stil te zijn. Om alles te zien en dan, ja, die stilte om je heen. Ik weet het niet. Als je... Geen van beide, maar... Ik bedoel, als je doof bent, moet je mijn gebarentaal en zo gaan leren. En als je blind bent, je kunt alles nog horen. Dus je kunt gewoon met mensen meelopen en... Ja. Je kunt met mensen communiceren. Gewoon woord. En je kunt een hond nemen. En ik bedoel, het lijkt mij doodeng om de hele tijd in stilte te leven. Dat lijkt me echt heel eng. Wat een filosofische vragen zijn dit. Wauw. Oh jezus. Geen tenen of geen vingers? Geen tenen. Ja, ik wou net zeggen, je doet meer met je vingers dan met je tenen. Maar dan wil ik niet dat het daar leeg is. Dan wil ik dat het daar gewoon voet is, anders kun je geen balans houden. Dan kan maak het dan maar gewoon dat het helemaal dicht is, weet je wel. Zeg zo'n Barbievoet, weet je. Niet dat daar niks zit, anders heb je geen balans. Ja, dan ook geen tenen. Waar nu heen? Vier nog. Olifant of zebra? Olifant. Waarom een olifant? Dat het een zebra op een paard lijkt. Ja, maar dat lijkt me wel gaaf. Ja, maar kom op, zeg een olifant. Weet je, mam, olifant of zebra?
Zebra? Hoezo zebra? Voor één keer! Kies nou eens even mijn kant! Aww. Nee, okay. Nee, ja, je hebt gelijk. Een olifant kun je natuurlijk ook bereiden. Olifant. Kijk, mama is ook een olifant. Ik hoor die ook. Zeg eens even heel hard, olifant. Zeg het even. Zeg heel hard. Okay, ik wil ook dus... een olifant zitten. Ja. Een lama. Ik wil een lama. Ga je wel? Ja, je kan er ook onder. Je kunt ook eens een staart gaan hangen. Ik denk alleen niet dat hij dat zo leuk vindt. Mee, je kunt erop slapen. Je kunt er een heel ding op zetten. Je kunt er een heel huisje op zetten. Zo'n waar je heen kan zitten. Kun je gewoon op slapen, man. Het is gewoon een caravan, jong. Een dikke vet caravan. Dik vet caravan, man. Oké, okay, Marley of Steve? Steve. Ik zeg ook Steve, want daar is het veel gezelliger. Steve. Marley, daar is geen kip. Nee, maar er zijn wel paarden. En als ik moet kiezen tussen de Marley race en de Steve's race, dan doe ik ook Steve. Dan doe ik voor het pinten. Nee, die zit er niet tussen. Nah. Wat? Jawel. Hey, Pona of Jarlijm? Hey, Pona. Zuidelhof. Hey, wees nou niet zo bij de hand, jij. Wacht. Dan kies ik de zee daartussenin, want dat zit er wel tussen. Die staat er wel tussen. Oh my god. Okay, nee. Volgende. Nee, een Pona of Jarlijm. Ja, die ene. Ik kan niet kiezen. Jarlijm. Waarom Jarlijm? Waarom een Pona? Serie opnemen! Oeh! Oh ja. Je niet alleen daarom. Oké, okay, next. Zilverkleed of wijngaard? Zilverkleed. Ja, maar daar zitten we ook het meest. Zilverkleed is centraal. Net zoals dat iedereen bij Steve gaat staan. Of oh, de tv's, wat zegt de man? Ja, maar anders bestaat maar ze niet. Opnemen. Daarom moet ik steeds harder praten. Want als die mensen op de achtergrond horen aan de tv, dat is echt niet goed. Want dan hoor je dat de hele tijd er doorheen. Dat is heel erg afleidend. En dan horen ze ons niet meer. Daarom moet ik steeds harder praten, zodat ik de tv overbrug. Ja? Dus. Je voeten zijn nog steeds vies. Interessante informatie. Ja. Mam, zet de tv nou zachter. Heb ik al gevraagd, Bob? Niet. Oh. Niet? Dit hoor ik dagelijks hoor, als ik met Lotte spreek. Oké, next question. Next question. Dat was, ik moet even opletten, ik moet springen, ja. Nala, hush. Dino Vallei of Veergroof? Veergroof. Ligt er aan welk paard ik heb? Dino Vallei kom ik niet meer zo vaak hoor. Kan niet. Alleen af en toe om te trainen. 75 XP en dan kan ik mijn dekje halen. Yes! Had je die opdracht van vandaag al gedaan dan? Ja. Verdorie. Veergroof of Vellendeel? Ze gaat echt op jouw antwoord Vellendeel. In hè? Vellendeel, oké. Okay. Ah! Ja. Oranje of paars? Paars. Ik zeg paars, want ik vind oranje zo'n poepie lelijke kleur. Hey, doe normaal. Wat? Doe normaal. Waarom? Oranje is niet lelijk. Oké, oranje is niet zo heel mooi. En de laatste. Dat is boom of struik? Struik, wat ik ook even stop. Een boom ook, als je de goede boom op Star Stable hebt. Niet, dus daar kun je niet in klimmen. Je kunt in elke struikje gaan staan. Dat is wel zo. Ik weet het niet, ik vind ze alle twee wel leuk. Dat, er staat ook echt tussen haakjes achter, oké, die is fucking random. Ja, ik dacht ook al, wat de fuck is dat? Hier, kijk, nu rijd ik door het bosje. Oh, waar ben ik? Ja, dat was zo'n hoog bossie. Ah, ik ben weer zo raar aan het leggen. Same. Net. Ik was bij je... vandaar dat ik het zei bij Fort Pinta. Nala, hush. Nou, dat waren de vragen.
Gun. Ja. Mauw. Mauw. Nou, dan heb ik ook een vraag. Dus, Lotte, is het mauw of mauw? Sam, wat is het? Sam moet even nadenken. Maar weet het zelf ook. Jullie krijgen morgen het antwoord. Maar mensen, dit is hartstikke leuk als jullie zulke dingen doen. Mhm. Stuur zoveel vragen als je wil. Als stuur je een gekopieerde lijst van Google of zo. En hey, je... desnoods doen we weer als jullie ook niet natuurlijk hetzelfde lijstje als wat we nu hebben gekregen. Maar het mag ook zo'n lang lijstje zijn. En desnoods met, weet ik veel, gewoon vragen en geen keuzes. Vragen of zeg maar dat je moet kiezen tussen twee dingen zoals dit. Of vragen. Ik bedoel, ik vind het niet erg als je vragen voor mij in het echt stelt. Het maakt mij niet zo uit. Ik weet niet wat met Wendy zit. Ik vind het ook niet erg hoor. Ik bedoel, jullie weten... Te persoonlijke dingen en ik denk dat je zelf ook de grens wel weet. Hoe is je seksleven? En wat? Nee, maar ik bedoel... Privé dingen van in welke stad woon je en dat soort dingen. Ja, wat is je huisnummer? Wat is je straat? Mag je opzoeken? Nee! Lotte, mag ik bij je op visite? Trouw, dat vind ik wel leuk. Als er mensen zijn die uit Zeeland komen... Oh god. Hey, nee. Laat het me dan even weten. Dan gaan we een keer meeten. Dat lijkt me op zich wel gezellig. Gewoon met z'n allen een hele grote groep. Mm-hmm. En nou. Ik het dan! Ja, dan kom je maar lekker hierheen. Is goed hoor. Nee, maar dit moeten jullie echt vaker doen. Dit is gewoon leuk. En zoals jullie zien hebben we nu gewoon ook een hele let's play erover gemaakt. En je hebt gewoon je... Je momentje van shine, dat je gewoon de hele tijd met je naam in de video zit. Ja, hij is nu weg, maar dat maakt niet uit. Nee, maar ik bedoel, ze heeft er minstens 20 minuten in gezeten. In principe is het wel de hele let's play. Ja. Maar doe het, ik bedoel, kan mij het schelen. En ik heb mail. Oeh, nog een vraaglijst. Jee! Nou, zal dat zo snel zijn? Ja. En oh, best highscore van best score. Jullie mogen trouwens ook wel challenges sturen. Dat lijkt, voor een Star Stable. Ja, dat lijkt me ook wel leuk om te doen met Lotte. Ga bij een fucking random persoon staan en zeg dat die stinkt. Sorry. Nee, niet onaardige dingen. Wel leuk. Nee, gewoon leuke dingen. Dat was een grapje, ja. Mijn paard is een level hoger. Lekker voor. Die van jou was al een level hoger. Oh. Ja, prrr. Maar ik denk dat we de let's play wel mee... Kom nog even je mail lezen. Ja, maar ik denk niet dat het vragen zijn. Dat maakt niet uit. Dan starten we daarna wel weer een nieuwe let's play. Ik heb ineens heel veel let's plays. Lekker boeien. Oh, je bent ook al moe. Ah. Tijd naar bed vanavond. Als de telewippies zijn afgelopen. Oh, die zijn al afgelopen. Vraagje en fanmail. Oké. Oh, nou, open. En lees voor. Hey, ik ben je grootste fan. Wil je alsjeblieft vrienden? Van wie is het? Daphne Autumn Night. Ja, die was dus zeker aan mij van het vragen of je kinderen... Ik weet dat je lijst vol zit, maar kijk, ik heb Odette en Jennifer al als vriend. En ik mis dan alleen jou nog. Alleen maar één iemand, please. Hartjes, Daphne. Doei. Stuur terug, nee. Ik heb hem al verwijderd. Daphne, ik weet dat je kijkt, want je bent fan. Ik vind het heel leuk dat jullie allemaal vrienden willen zijn. Maar onthoud, als ik... vrienden wil worden met je, doen we dat op een fandag. Fandag. En dat... Ja, precies. En dat doet Lotte ook. Nee, ik niet. Ja, tenzij... Af en toe haalt Lotte wel de lijst leeg. Ja, ik heb hem nu net weer leeg gehaald. Dus... En ik laat hem nu gewoon volstromen tot aan de fandag als hij vol komt. Ja, en als de fandag weer is, dan haal ik mijn lijst weer leeg. En wees niet bang... Dat je het eruit en bla bla bla.
Als ik je eruit haal, je hebt altijd nog een kans. En by the way, als ik je eruit haal, moet je blij wezen dat je überhaupt in mijn video of in mijn vriendenlijst bent geweest. Hey, niet zo gaan doen. Niet zo high class gaan doen, jij. Wie, ik? Ja, jij. Want je blijft dat je überhaupt in mijn lijst bent geweest. Ja, maar dat is toch zo? Ik bedoel, we willen alle andere mensen ook... Nooit met de Vendag zit de lijst helemaal vol, hoor. Wendy die maakt hem leeg op Vendag en die blijft accepteren totdat hij vol is. Ja, en soms accepteer ik hem zelfs nog voller dan dat hij vol kan. Wat? Hij gaat wel eens door, weet je wel. Als je accepteert, als je maar blijft, je kan blijven accepteren, ook al is hij vol. En dat doe ik. Maar begrijp dat alsjeblieft. En we hebben het al zo, volgens mij hebben we het al zo vaak gezegd in een video. En ook vragen over neem je op. En alles niet doen. Het is namelijk best wel irritant en ik neem niet altijd op. We zitten er ook nog voor ons plezier op. Ja, het is niet zo van, oh ik kom online, oh ik neem op, oh ik heb opgenomen, oh ik ga weer weg. Soms is het wel zo, maar... Ja, maar dan hebben we echt een doel. Mm-hmm. Zoals als we met de serie gaan opnemen, dan ga ik er echt ook alleen maar... Tenzij ik al online ben en moet trainen of zo. Maar dan gaan we ook meestal ook echt online van, hey, laten we de serie even wat opnemen, een aflevering. En dan gaan we weer wat anders doen of zo. En nog meer? Nee. Oh ja, of jullie in onze video mogen. Als je erin zit. Dan zit je erin. Zit je erin. Als je er niet in zit, dan zit je er niet in. We kregen met update, kregen we ook vragen van, er stond er iemand naast ons en dan was het van, mogen we in je video? Ja, ik neem op. Ja, mag oh, en ook als we niet reageren, blijf niet doorspammen. Want meestal als we in Steve's bak staan en we reageren niet, zijn we op ons bureaublad bezig. Ja. Vooral ik. Dan kom ik weer online en dan zie ik zo'n heel hoopje mensen om me heen staan. En soms helemaal boos. Die allemaal van, boos zijn. Ze reageert niet. Ze haat ons. Ik haat jullie niet. Lotte haat jullie ook niet, maar... We sommigen niet... wel. Nee, grapje. Nee, maar we hebben niet altijd tijd om te reageren ook. En niet altijd evenveel zin. Net zoals die vooral discussie... 's avonds. Ja, maar net zoals de discussie wat we vorige keer hebben gevoerd. Van, we zijn wel YouTubers en we zijn We wel... zijn niet verplicht om met iedereen te praten. Nee. Dat staat nergens in de regels van YouTube. Niet? Nee, of moet er in lettertype 1 bij staan? Ja, misschien. Dus alsjeblieft onthoud dat en ga niet zeuren en... Want anders heb ik helemaal geen zin om je toe te voegen, gastvriend. Wat de fuck gebeurde er met jou? En vooral 's avonds, dan hebben we meestal, als we dan nog online zijn, dan hebben we het al best wel druk gehad overdag. Laat ons dan ook gewoon even. Kijk, zoals jullie zien, nemen we nu ook 's avonds op. En dan zijn we, nu zijn we dan aan het trainen, weet je wel. Nou, weet je, gewoon... Even kort gezegd, niet zo zeuren. Dus opnemen, nemen we op. Als we geen antwoord geven, dan maar even niet. En als we antwoord geven, heb je mazzel. Ik antwoord best vaak hoor, als er echt mensen om me heen staan. En ik heb er zin in. Lotte trouwens, als ook ik, wel eens voor mij. Soms reageer ik gewoon een beetje, weet ik veel, kut of droog of zo. Neem het niet serieus, want soms heb ik echt een kutbui en dan reageer ik op iedereen zo. Dus... Dan reageert ze zelfs op mij zo. En dan heb ik ook af en toe van... Hallo? Nee, maar... Ja, nee, dat wilden we even gezegd hebben. Oh, laatste ding. Oh, jee. Vraag niet aan mij of ik iets kan doorgeven aan Wendy. Oh ja. Oh, ja. Ik ben geen postduif. Nee? Kun je zelf regelen. Nee, maar serieus. Waar is Wendy? Kun je aan Wendy vragen ze me toe voor als vriend? Kun je aan Wendy vragen ze de mail leest? Kun je aan Wendy vragen of ze dit wil doen? Regel het zelf.
Please, laat mij met rust. Ja, je weet hoe ik heet, dus ik heb hem zo een mail sturen op Star Stable. Komt helemaal goed hoor. En ik weet dat soms antwoord ik mijn mailtjes niet, maar dat zijn dan weer van die lullige mailtjes van neem je op of mag ik in je club of weet ik veel. Club, trouwens over de club. We gaan met de fandag, want volgens mij zijn er nu 8 plekken of zo in de club. Gaan we er weer een paar verloten. Dus als je plekje wil, als je kans wil maken op een plekje in de club, dan moet je zeker bij de fandag zijn. Volgens... Kans wil maken op een plekje, dat klinkt zo. Maar ik bedoel, best veel mensen willen in de club. Dat is wel zo. Ik had echt niet geweten dat het zo'n populaire club zou worden. Maar goed. Gedacht. Nou, niet zo grammaticaal. Jawel. Je bent ouder als mij. Je zou beter in grammatica moeten zijn. Ik heb dyslexie. Ja, maar dan kun je wel normaal spreken. En ik ben een debiel. Dat klopt. Soort zoekt soort, hè? Lotte? Volgens mij heb jij verkeerd gezocht. Oh, nou, want ik ben heel erg intellectueel collect. Oh collect. Ja. Collect. Okay, een blond snake. Maar dat wat was wel een beetje doos. Dat was ons klein zijkuurtje, doei. Dit was de let's play. Is fucking vrolijk daarna. Ja, fuck op. Dus mensen. Dank je aan de kaart. Bedankt voor het kijken. En bye-bye. Ciao. Kut. Bundle, bundle, bundle.